samen. Ook de zolder van de kerk. Alleen die akelige Dikkie Donker, die zit er ook. En als de juf het niet hoort, begint hij weer. Hé, hey, stroopkoekie! Zo zit hij Lucie te plagen en te pesten. Alleen maar omdat ze de dochter van de bakker is. Of zou het zijn omdat ze altijd mooie cijfers haalt op school en Dikkie niet? Of omdat zij een beetje aan de dikke kant is. Terwijl Dikkie wel dik heet, maar helemaal niet dik is. Hoe dan ook, Lucie kan er wel om huilen. Maar wat doe jij eraan? Haar moeder zegt, laat die jongen nou maar. Hij is niet wijze. Soms lukt het, maar meestal niet. Vooral niet als hij echt begint te sarren. Hé, hey, dikke oliebol. Lucie. De stem van haar vader. Lus, luister eens. Lucie huppelt naar achter naar de bakkerij waar de grote oven staat. Daar wordt het brood gebakken. Daar worden de koekjes klaargemaakt. Lus, het is berendruk. Loop je even naar de markt om van mij een lekker visje te halen? Doe maar 2 lekker bekjes. Maar mama is net al naar de markt gegaan. Ja, dat weet ik wel, maar die koopt geen vis. Wil je dat even doen? Ik heb er zo'n trek in. Ga maar, je kunt zo terug zijn. Lucie zucht. Ze heeft er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar vooruit, als het niet druk is bij de viskraan, is ze zo weer terug. En misschien ziet ze haar moeder wel. Dan kunnen ze samen gezellig nog wat boodschapjes doen. Lucie steekt het geld van de lekkerbekjes in haar zak. Van het geld dat ze overhoudt, mag ze in het snoepwinkeltje op de vismarkt iets lekkers kopen, heeft haar vader gezegd. Ze loopt de winkel door. Het lukt haast niet. Zoveel mensen staan er nu in voor de toonbank. Het belletje rinkelt als ze de deur open doet. Doei, zegt ze en dan staat ze op straat. Gauw maar, de botermarkt over, langs de oude pomp, dan links de Nieuwstraat in, vlug naar de vismarkt. Het wordt al een beetje donker. De lichtjes in de grote kerstboom op de vismarkt stralen al in de schemering. Dus opschieten, Luus, anders is de visman al naar huis. Het valt mee, de viskraam staat er nog. Geen wonder, want er staan een heleboel mensen voor. Tjonge, wat een drukte. Ze is voorlopig nog niet aan de beurt voor haar 2 lekkerbekjes. Weet je wat? Ze zal even kijken op de markt of ze haar moeder misschien ziet lopen. Lucie kijkt en kijkt, dus druk op de markt. Haar moeder ziet ze niet. Zou ze misschien naar de juwelier zijn? In de Eemstraat. Haar horlogebandje was een beetje stuk. Misschien koopt ze een nieuw bandje. Lucie kijkt overal, maar nergens ziet ze haar moeder. Nou ja, dan maar terug naar de vismarkt. Hé, hey, het lijkt wel alsof het een beetje begint te sneeuwen. Ja, het is natte sneeuw, maar toch, Lucie vindt het leuk. Lucie vindt sneeuw hartstikke gezellig. Tenminste, als die akelige Dikkie Donker niet in de buurt is. Want als het heeft gesneeuwd en Dikkie Donker ziet haar, dan is ze nog niet jarig. Nee, dan gooit Dikkie Donker sneeuwballen. Zoveel als hij maar maken kan. Hé, hey, vette oliebol! Schreeuwt hij dan. En dan gooit hij zijn sneeuwballen zo hard als hij maar kan. En de andere jongens vinden het prachtig. Die vinden Dikkie Donker een stoere vent. Lucie slentert terug. Dwars over de markt. Langs de groenteman. Langs de bloemenman. Koekjes kun je op de markt ook kopen. Maar die ruiken lang zo lekker niet als de koekjes van haar vader. Nog steeds staan er een heleboel mensen bij de viskraam. Zou haar moeder dan misschien toch? Nee, Lucies moeder staat er niet bij. Er ziet niets anders op. Lucie moet wachten. En daar houdt Lucie niet van. Maar nu begint het toch weer ietsje harder te sneeuwen. Weet je wat? Ze zal onder het bruggetje gaan staan. Vlakbij dat mooie poortje waardoor je naar beneden kunt. Naar het water van de stadshaven over zo'n leuke houten trap. Lucie zet de kraag van haar jas hoog op. Het is koud. Het is al dagenlang heel koud. Het heeft gevroren. Het water van de stadshaven is ijs geworden. Misschien kun je er met kerst wel op schaatsen. Zou ze proberen of het ijs al dik genoeg is? Zou ze het wagen? Maar stel je voor dat ze door het ijs zakt. Misschien vat ze dan wel kou. Misschien verdrinkt ze wel. Niet doen, Luus, zegt een stemmetje. Ergens in haar hoofd. Zou dat het stemmetje van een engel zijn? Mary, haar vriendinnetje, zegt altijd dat engelen bestaan. En dat er ook bewaarengelen zijn. Maar dat weet Lucie niet zo precies hoor. Lucie denkt vaak, als er nou echt bewaarengelen zijn, waarom houden ze Dikkie Donker dan niet tegen als die weer eens wil gaan pesten en als die roept,
Hey, slappe appelflap. Maar van de juf in de kerk heeft ze toch gehoord dat er engelen waren in de kerstnacht. Ere zij God, zongen die, en vrede op aarde. Dus Mary zal wel gelijk hebben met haar engelen. Zou dat stemmetje dan toch het stemmetje van zo'n bewaarengel zijn? Niet doen, Luus. Niet de trap af. Niet naar beneden. Niet het ijs op. Het is nog veel te dun. Niet doen, Luus. Wacht, nou zou ze toch bijna te laat zijn? Lucie holt naar de viskraam. Ze heeft staan dromen bij de stadshaven. Wat dom! De man in de viskraam is al aan het opruimen. Hebt u nog twee dekkerbekjes? De man kijkt haar treurig aan. Het spijt me, jonge dame. Hoewel, wacht eens. Hier heb ik er nog een. Een hele dikke. Zal ik die dan maar doen? Alsjeblieft, meneer, zegt Lucie. Ze is al lang blij dat er nog een lekker bekje is. Voor haar vader natuurlijk. Het is wel een hele dikke, maar ja, haar vader is ook een beetje dik. Dat hoort, vriend Lucie. Een bakker moet een beetje dik zijn. Nou, vooruit, omdat het de laatste is. 1 euro minder dan normaal, zegt de visboer. Dan holt ze weg. Door de sneeuw, de sneeuwstraat in met haar ene lekkerbekje in een plastic zak. Maar dan, een gil, stemmen, geschreeuw, help, help. Lucie rent terug naar de stadshaven. Aan de overkant staan mannen en jongens op de kade. Jongens uit haar klas. De mannen gooien een touw naar een jongen op het ijs. Houd je vast, roepen ze. Houd je stevig vast. De jongen klampt zich vast aan het touw dat de mannen naar hem toe hebben gegooid. Langzaam trekken ze de jongen naar de wal. Dwars door de stukken ijs. Opeens ziet Lucie wie het is. Het is Dickie. Het is Dickie Donker. Kletsnat staat hij op de wal. Het had niet veel geschild of Dickie Donker was verdronken. Een van de mannen slaat de jas om Dickie heen. Dan duwen ze hem in een auto en ze rijden tuterend vlak langs Lucie heen in de richting van de Wijkse straat. Nu moet Lucie echt naar huis. Het is al donker geworden. De lantaarns die branden al. Vrolijke pinkellichtjes in de duisternis. Bij het pakhuis van de kaarsenmaker staat Lucie stil. Wat mooi! De grote kaarsen die hier voor de winkel staan te branden. Het ruikt hier ook al zo heerlijk. Als ze nu eens niet in de bakkerij zou wonen, maar hier, dan zou Dickie Donker haar ook pesten, denk ik. Dan zou hij elke dag roepen, hé, stom stinkliggie. Dickie Donker heeft altijd wel iets om te treiteren. Dickie Donker is een echte treiterkop. Opeens hoort Lucie weer een stemmetje. Is het de stem van zo'n engel? Zo'n bewaarengel? Je weet het maar nooit. Luus, je moet een cadeautje kopen. Een cadeautje? Voor wie? Voor Dickie Donker. Een cadeautje kopen voor Dickie Donker? Die treiteraar, die waaghals, die akelige jongen. Ze zal me daar een beetje gek zijn. Niks geen cadeautje. Dickie Donker kan een dreun krijgen, die pestkop. Maar weer klinkt dat stemmetje. Luus, het wordt kerst. Er is een kindje. Geboren op aard en het kwam voor ons allemaal. Lucie krijgt het er warm van. Komt dat door dat kaarsje? Moet ze nou een cadeautje kopen voor Dickie Donker? Maar wat dan? Een kaarsje, Luus. Een lichtje. Die Dickie Donker is zo donker. Die kan best een beetje licht gebruiken. En jij moet het daar aan brengen, dat lichtje. Net zoals een lucifer het vlammetje naar een kaars toe brengt. Lucie kijkt om zich heen. Is er echt niemand die nu tegen haar staat te praten? Nee, niemand? Een paar mensen met grote boodschappentassen lopen haastig aan haar voorbij. De Nieuwstraat door in de richting van de botermarkt. Maar het geld dan? Je hebt geld genoeg, Lucie. Je hebt maar 1 lekker bekje gekocht. En je hoeft er ook nog eens 1 euro minder te betalen. Weet je nog? Dan stapt Lucie de winkel binnen. Heeft u misschien een kerstkaarsje? Vraagt ze aan de kaarsenmaker achter de toonbank. Zeker, zegt hij. Kijk eens, hier heb ik een hele mooie met een kribbe van Jezus erop. Nou, dat is een mooi kerstcadeau, of niet? Lucie knikt. Morgen, als het bijna kerstfeest is, gaat ze het kaarsje naar Dickie brengen. Gefeliciteerd, zal ze zeggen. Ik heb een kaarsje voor je gekocht, omdat je niet verdronken bent. Gaat hij zo mee? Vraagt de kaarsenmaker. Lucie knikt.
Doet u hem maar bij het lekkerbekje alstublieft. Het kleine belletje van de bakkerswinkel op de botermarkt tingelt blij. Nog net op tijd is Lucie thuis. Ook de grote klokken van de toren. Ze lijken nog vrolijker te klinken als daarnet. Het lijkt wel alsof ze willen dat heel de stad het zal horen. Er is een kindje geboren op aard. Het kwam voor ons allemaal. Voor ons allemaal. Voor Lucie van de Bakker. En ook voor Dickie Donker.